Mijn prachtige kasteel, overgenomen door de duistere Frederik. Dat maakt mij erg verdrietig. Jongens, welkom bij deze nieuwe Cult 2 video. Vandaag sta ik hier aan de prachtige Rijtjeshuisstraat aan het water te kijken naar mijn kasteel die zwarte vlag heeft. Wat betekent dat het nog steeds van Frederik is? In de vorige aflevering is mijn kasteel namelijk overgenomen door de duistere professor genaamd Frederik en ben ik geforceerd om hier te wonen in dit kleine simpele huisje als dorpeling. In plaats van een trotse koning. Vandaar dat ook mijn skin niet meer in de prachtige koninklijke outfit is, maar gewoon in een simpele boerenjongen. Alleen en zo eenzaam. Maar wat leuk dat jullie bij deze nieuwe video zijn, jongens. Welkom, welkom. Voordat deze video gaat beginnen, vergeet zeker niet te liken. We gaan voor 5000 likes. En vergeet ook zeker niet te abonneren. We moeten nog steeds even die 200.000 abonnees halen. Kom op. Maar goed, laten wij ons avontuur beginnen. Ik had mijn armor even uitgedaan en in een kissie gestopt. En dat lag als het goed. Het was puur om mijn skin natuurlijk te laten zien. Volgens mij had ik dat ergens hier, had ik mijn armor verstopt. Ik weet alleen niet meer waar. Huh? Mijn armor is weg! Ik heb letterlijk elke kist gekeken waar ik gewoon even ben geweest. Ik ben niet buiten mijn huis geweest. En mijn armor is weg. Mijn elytra, mijn schoenen, mijn Yeezy Boost. En mijn Yeezy Boots en de, weet ik veel, leggings. Ze zijn weg. Sowieso heeft Frederik het gestolen. Ik weet het zeker. Stink, 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 Frederik, jongen. Even kijken of ik ze niet in mijn energies gedaan heb. Anders geef ik hem de schuld terwijl ik ze gewoon zelf ergens gestopt heb. Nee! Ook niet hier. Oeh, de kluis staat nog open. Hallo, zo staat de kluis open hier. Zijn er dan niet... Oh, er zijn nieuwe kluizen gemaakt. Kluis 004 en kluis 004. Dat klopt iets niet. Welke is kluis 003? Ah, er zijn nieuwe kluizen gemaakt. Dit is waarschijnlijk van Rick en Noah. En deze is misschien van Julian, gok ik of zo. Van weet ik voor wie. Deze zijn nog dicht en hier moet nog steeds een groot komen. Maar goed, jongens. Vandaag wil ik het boerenleven, het simpele, ja, dorpelingsleven accepteren. En even wat dingen gaan doen die, ja, een normale burger zou doen in deze stad. In plaats van als je koning zou zijn. Waarom zwemt daar een creeper? Ga weer! En het leven kunnen we maar beter beginnen met het huisje even gezellig maken. Want hierboven is het zo ontzettend saai. Beneden is het natuurlijk mijn chestroom. Hierboven moet dan even mijn slaapkamer komen. Ik wil voor alle gezelligheid wil ik even een diertje kopen in de nieuwe dierenwinkel van Justin. En ik heb gezien dat er een banner shop is gemaakt. Ben's banner shop. Laat hier je banner maken. Je eigen banner kan je hier maken. En trouwens, ik moet de diamonds nog claimen, want dat is natuurlijk van mij, gekocht door Floor. Ik heb natuurlijk gewoon dit gebouwd, dus dit is mijn geld dat ik hier heb voor gekregen. Damn, wat ziet dit er gezellig uit. Dit is zeker Ben. Hallo Ben. Hallo Max, leuk dat je hier even komt shoppen. Kijk gerust rond en voel je thuis. Dankjewel Ben. Je hebt een mooie kleurenpalet hier op de muur. Leuke banners die gemaakt kunnen worden. Sinds wanneer kan je paddenstoelen maken? Eén banner is één dia. Oh, ik kan de banners dus gewoon kopen. Ik wil deze kunstige paddenstoel heel graag hebben. Waarom kan ik dat betalen? Plaats hier de shield? Nee. Plaats hier die banner? Kan ik ook gewoon ergens... Is er ergens een kassa? Is er een kassa ergens? Eén banner is één dia. Waar moet ik betalen? Weet je wat? Ik stop de diamond, stop ik hierin. Zo. Daarmee heb ik betaald. Oké, nou in ieder geval een leuke store, maar daar komen we zo meteen even terug. Eerst wil ik ook even kijken bij de winkel van Justin. Want Justin hier heeft natuurlijk een dierenwinkel en daar verkoopt hij nu een hond. Hij verkoopt 2 dolfijnen en als het goed is... Hier, een lama die verkoopt hij ook nog eens. Ja, boven niks. Dus ik denk dat ik die hond gewoon wil kopen. Maar hoe duur is de hond? Is er ergens een prijslijst die ik zeg maar kan krijgen? Of kan ik hem gewoon meenemen? Hoe zit dat? Laten we even wachten tot Justin er is. Gaan we heel even de diamonds die ik verdiend heb aan dit... gaan we even in mijn kluis stoppen. Zo, dat zijn weer heel veel nieuwe diamonds. Oeh, trouwens. Volgens mij hebben mensen ook nog belasting betaald. En kan ik dat gewoon nog in naar de belasting die betaald is? Want dat is natuurlijk in de brievenbus gegaan. En ik denk niet dat Frederik weet dat daar belasting in gaat. Oh mijn god, ik mis mijn elytra. Ik moet lopen. Normaal vlieg ik overal heen. Ik vind het gek. Frederik heeft natuurlijk mijn kasteel hier overgenomen. Ik zie hem nu niet bij het raam staan. Maar hij heeft mijn kasteel overgenomen, maar niet de hele stad. Want de stad is wel nog gewoon hetzelfde. Er is niks veranderd of zo, weet je. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij überhaupt een poging gaat wagen om de stad over te nemen. Want dat betekent wel dat hij ook iedereen die er woont tegen zich krijgt. En nu heeft hij alleen mij tegen zich. Maar ja, er wonen natuurlijk heel wat mensen in deze stad. Maar goed, de belasting en een kistje. De belastingbriefbus. Oh, dat zijn veel diamonds. Oeh. Oké, belasting van Rick en Noah en Julian. En de bestelling ligt klaar in de shop. Oh. Ik heb ooit een helm laten maken, volgens mij, of niet? Had ik een helm laten maken? Wat had ik nou laten maken? Ik weet het niet meer. Ik ben vergeten. We gaan naar de winkel toe. En mijn zandlevering. Hallo, hello Max. Zoals altijd je bestelling met deze je wekelijkse zand. In totaal 7 stacks. Ik hoop niet dat je kok per ongeluk zand verwisselt met het zout. Oh, dat mijn kok het zand verwisselt met zout voor het eten. Ik snap hem. Ik zie graag je 4 stacks terug aan hout in mijn brievenbus. Ik heb er 5 minuten over gedaan om dit boekje te schrijven. Omdat mijn toetsenbord na de piep is. Dus doe maar een stack extra hout. Je bent geweldig. Groetjes, Nootje. Hoezo een stack extra hout? Maar ik neem het zand in alle liefde aan. En dan moeten we weer terug.
afgelopen. Maar laten we dan wel even het hout leveren bij Noah thuis, want dat is wel zo eerlijk. Maar daarvoor ga ik heel even langs de supermarkt, de Annie Heijn, hier even wat snel wat eten kopen. Boommeel, vlees, oh, dat is op. Anne, je vlees is leeg op. Vul de supermarkt bij. Ja, dan gaan we maar naar de concurrentie op de markt, hè. De concurrentie op de markt, die verkoopt altijd lekker eten. En dat is er gewoon nog wel natuurlijk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heb ik met belasting, Rick en Nootje. Ik heb betaald met de belasting. Met de belastingen koop ik mijn eigen eten. Leggen we de overige diamonds wederom in de kluis. Ik ben nu al echt vaak in mijn kluis geweest deze aflevering. Zo. Doe gewoon eventjes zo makkelijk. Oh mijn god, wat heb ik eigenlijk veel diamonds. Wow, ik heb serieus best wel wat inmiddels. Dit kan allemaal niet bij elkaar, omdat iedereen namen geeft aan zijn diamonds. Dit is diamond, dit is gekochte floor, dit is rente, Rick en Nootje. Dit is belasting, Rick en Nootje. Wat doen mensen moeilijk. Doen we dit glas, doen we gewoon even in lekker. Of dit glas, dit zand doen we even in een kistje hier. Hoppakee, zo. En dan nu moet ik daar zien te komen. Alleen ja, ik heb geen lighter. Want ik weet niet waar die is. Want ik moet daar even, wil ik het hout ophalen dat ik aan Noah wil afleveren. Dus we gaan even kijken, hoe gaan we daar komen zonder daarbij naartoe te vliegen. We kunnen hier over de dam kunnen we lopen natuurlijk, zo. En dan zijn we al een heel eind. En ik denk dat ik daar gewoon even een paar blokjes moet slopen zoals dit. Kijk, hop, hop, hop. Kijk, en dan zijn we hier. Want dit is namelijk, jongens, mijn stash met allemaal steen. Eigenlijk vooral gewoon steen. Dat ik natuurlijk heb bemachtigd van het hakken van dit grote gat daar. 1, 2, 3, 4. En dan nemen we ook nog eens voor mezelf. Nemen we heel wat andere stacks even mee. Oh, wat op een lelijke manier pak ik dit. Gewoon echt slepen. Ik sleep nooit meer in Minecraft. Maar ja, we zijn ook geen koning meer, hè. Dus alles moet ouderwets. Dan gaan we weer terug. En dat doen we gewoon lekker zwemmend. Dan in de brievenbus hier bij Rick en Nootje doen we 1, 2, 3, 4. En dan als gewoon 5. Voor de leuk. Oké, laten we nu even mijn bestelling ophalen. Want ik ben heel benieuwd wat ik ook weer besteld. Want ik weet het nou echt gewoon totaal niet meer. Bestelling walnut. Het was een helm. De pretpet. Aqua Infinity Mending Protection. Wat een dure helmet. Oh, maar deze. En de factuur is 10 diamonds. Oh, dan moet ik weer naar mijn kluis. Waarom heb ik niet gewoon 10 diamonds bij me gehouden? Oké, de lime diamonds. Zo, dat mogen jullie allemaal wel bij je houden. Dan doe ik de bestelling ligt klaar in de shop. Leg ik er weer bij. Helm neem ik mee. En dan moet ik even 5 diamonds halen. Of 10 diamonds. Kijk, ik betaal met de gekochte floor diamonds. Dan heb ik dat ook gewoon weer gedaan. Hoppakee, dankjewel voor de bestelling. De pretpad, die... Ik had natuurlijk nooit een helm. Ik draag sowieso nooit een helm. Het voelt ook heel vreemd om een helm op te hebben met mijn skin. Dat heb ik echt... Dat gebeurt nooit. Het ziet er wel goed uit. Maar ik ga hem niet ophouden. Dat bewaar ik gewoon voor als ik een keertje moet vechten tegen Frederik of zo. Heb ik gewoon een keertje een goede helm. Zo, dat zijn de dagelijkse klusjes weer die ik even moest uitvoeren. Gewoon als allemaal... Ja, anders liep ik gewoon achter. Nu kunnen we even leuk mijn huisje inrichten. Hier, dat doen we in de boekenkast. Hier doen we even alle boekjes die ik heb. Dan bewaar ik dat gewoon netjes, weet je. En ja, laten we dan maar de spullen die ik hier heb. De rest ligt in mijn kasteel. Ik heb zo weinig spulletjes op het moment. Even kijken wat ik heb en waarmee ik kan inrichten. Laten we beginnen boven met de slaapkamer. Daar ga ik denk het minst komen. Ik bedoel, ik heb altijd een bed bij me, dus. Maar dan ziet het er misschien even een beetje gezelliger uit, weet je. Dat is altijd al een hele verbetering. En ik weet niet wat ik aan het bouwen ben. Ik ben letterlijk maar een beetje aan het freeromen, als het ware. Ik doe maar wat. Maar op zich ziet het er wel leuk uit. Dat is wel leuk. We hebben het raam even opengemaakt, zoals dit. En ik denk dat ik hier dan gewoon even wat random glas doe. Dat ik één open raampje hierboven heb, in plaats van allemaal dichten. Boven het bed ziet er leuk uit. Dan doen we hier doen we weer die carpet zo. Kijk, dan is het net alsof ik ze open heb geklapt, weet je, de raampjes. Doen we daar gelijk een leuk dingetje zoals dit. Heb ik glas hier? Of ligt zeg maar niet dat al mijn glas gewoon... Oh, ik zie het wel gebeuren dat al mijn glas nog in mijn kasteel ligt. En zonder die lighter heb ik al helemaal geen mogelijkheid om daar binnen te komen. Gewoon niet. Want alles is afgesloten. Ik dacht, misschien kan ik nog wel via boven even vliegen. Maar nee hoor. Allemaal dichtgebouwd. En ik heb geen lighter. Wat ik wel kan doen, jongens. Ik heb natuurlijk nog best wel wat kool gewoon. Sinds dat ik dat allemaal heb uitgehakt in dat grote nieuwe gebied. En ik heb net een hele lading zand gekregen. Oftewel, als ik nou gewoon eventjes... Oh, dit is een blast furnace. Dat werkt natuurlijk niet. Heb ik normale furnaces? Volgens mij toevallig wel. Even kijken hoor. Kijk, ik heb hier nog meer kool, maar dat moet ik even omhakken. Gewoon. Ik dacht dat ik normale furnaces had. Wat heb ik daarmee gedaan? Oh, oh, misschien zit dat hierin. Wacht, ik heb hier nog chocoboxes. Waar ga ik die plaatsen? Oeh, hier, kijk, zo. En zo. Doe hier gewoon even zand, maar dat kan ik zo doen. Kijk, heb ik daar nog twee nieuwe chocoboxes. En... Oei, daar zit glas in! Laat maar. Wauw, probleem opgelost. Oh, maar deze is als glass paint. Nou, dan heb ik niet eens het zand en die dingen nodig. Oh, maar deze. Kijk, dan kunnen we hier gewoon... Doenk, doenk. Toenk, toenk. Hoppakee, dan kunnen we ook zelfs nog wel Frederik een beetje bespioneren. In de gaten houden allemaal. Wat hier gaande is. Zo, oh, dat ziet er wel gezellig uit al. Laten we dan mijn coole nieuwe mushroom. Of wat is het? Paddenstoel. Die plaatsen we even daar. Vind ik een leuke plek. Dan wil ik ook even een mooie dak hebben. Want hoe dit er nu uitziet, dat kan echt niet. Gaan we even een beetje detail eraan toevoegen op deze manier. Zo. Even kijken of dit leuk uitkomt. Ah, ik moet het anders doen. Kijk, zo moet het. Slabs erbij toevoegen. Voor leuke diepte. En dan aan chains natuurlijk. Hier eentje. Hier eentje en hier eentje. Lantern,
Lantern. Lantern. Oh, dat hangt natuurlijk niet in het midden. Oh, wat ben ik een ei. Wacht even hoor. En ik zie dat ik het hele dak nog niet eens af heb qua details. Wat ben ik aan het doen allemaal? Hier moet gewoon nog dat. Dat moet hier ook nog. Zo, nu klopt het gewoon. Kijk, nu is het ook symmetrisch. En iets meer detail in het dak. Ik denk dat ik hier gewoon een grote boekenkast maak. Ik weet niet zeggen, is dit blok überhaupt wel nodig hier? Wat ben ik aan het doen? En ik wil hem een beetje overkapt hebben zoals dit. Gewoon even kijken wat voor leuks we kunnen regelen. Nou, dit ziet er serieus wel leuk uit. Gewoon een rommelig boekenkasthoekje. Dus je kunt er dus zelfs even een stoeltje bij plaatsen zoals dit. Met signs aan de zijkant. 1, 2, hoppakee. En dan kunnen we dan ook nog eens, kijk, lekker op zitten zo. Hoppakee. Kunnen naar een, ja, wat is het? Een bamboetje kijken. Hier een barrelkast toevoegen zoals dit. 1, 2, 3. Wat doen we in het midden? Doen we kisten? Heb ik kisten bij me? Ik heb geen kisten bij me. Zeg, hier kan een kist op. En dan is dat de bovenkant. Oeh, wacht! Dit heb ik ook in mijn kasteel gedaan trouwens, op deze manier. Kijk zo, dan gewoon op die manier naar de overkant. Kan ik hier achter deze muur? Natuurlijk kan ik achter deze muur hakken. Wat gaan we hier dan doen? Die weghalen allemaal, zo. Doen we daar gewoon hout, zoals dit. Oeh, dit gaat clean worden. Ja. Ik wil wel natuurlijk een beetje een mooi huisje hebben, jongens. Ik woon niet meer in het grote kasteel voor nu. We gaan hem terug veroveren, maak je geen zorgen. Maar ik wil wel dan even gewoon een leuk huisje hebben in die tussentijd. We kunnen hier even mijn chestroom van maken. En dat, zeg maar, dat we hier nog een extra kamer maken. En dan doen we hier gewoon een sierkamer. Dus eigenlijk gewoon een woonkamertje. Hier beneden doe ik mijn smeltkamer. Eigenlijk alleen de furnace en de bibliotheek. Waar ik dan al mijn boeken bewaar en zo. En dan de dingen zoals anvils en crafting table. En weet ik wat allemaal komt hier beneden. Alle nuttige blokken die ik kan gebruiken. Maar dan alleen puur de kisten. Kan ik op zich nog wel eens hier in deze doorgang maken. Maar dan moet die doorgang iets dikker zijn. Dus ik denk als ik hier slabs zo doe. Kijk, ja. Oeh, wacht. Niet slabs, maar stairs. Want dan kunnen we een soort rondingje maken. Ja, oeh, dat is clean als doorgang. Hier even zo. Beetje extra details. I don't know. Nog een keer bamboe. Ik plaats wel heel veel bamboe, maar dat is eigenlijk... Ja, hè, is niet zo heel erg. Wat een kunstig stukje op de muur. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel, Floor, voor je nieuwe winkeltje. Ik bedoel Ben. Ben's Ben's shop, niet van Floor, hij is van Ben. Ook trouwens, ik had ook nog kaarsen. Die kunnen we ook gebruiken. Maar waar? Maar waar is de grote vraag? Hier een paar? Zo? Ah, geen idee. We gaan eerst even dit gedeelte uithakken hier. Het hoeft niet heel groot te zijn, het moet gewoon even een kleine chestroom zijn. Gewoon even tijdelijk mijn spulletjes een beetje kwijt kan. En dan ben ik al tevreden. Zie je dat? Ik ga het gewoon zien als een soort inloopkast. Dus zo, hij wordt echt best wel klein, eigenlijk zelfs. Oh, hier kom je in de bank terecht. Oei. Moeten we hier even in oplossingen denken. Kan het als een... Ik kan de doorgang nog een beetje verlengen. Waardoor het iets minder in de buurt zit van de bank. Dus iets minder vervelend zal worden. Even kijken. Weet je, ik heb al een idee. Ik zeg dat ik het niet groot wil hebben. En ik denk gelijk weer veel te groot. Maar nee, ik wil gewoon even een klein tijdelijk chestroompje hebben. Ik hoef helemaal niet echt belachelijk veel kisten of zo. Oftewel, laten we hier dan gewoon paaltjes maken. Dan kunnen hier... Oh, dan kunnen hier allemaal... Ik doe het helemaal fout. Dan kunnen hier allemaal kisten in. Laten we dan hier een paaltje... Kijk, we hebben wel nog dit probleem met de bank. Maar als er toch kisten voorkomen, maakt het niet zo heel veel uit. Laat ik even de kisten halen. Nou, trouwens, laten we eerst even dit netjes maken. En dan de kisten halen. De vloer wordt van steen en zo. En cobblestone. Oh, wacht. Stone bricks kan ik vast toevoegen. Dat is gewoon een beetje random zoals dit hier en daar. Alleen ik heb geen cobblestone toevallig bij me. Plaatsen we er hout achter. Dat in ieder geval netjes afgewekt. Kijk, dit randje, dat maakt dan eventjes niet uit. Daar ga ik niet te moeilijk over doen. Maar laten we even mijn kisten pakken. Want volgens mij heb ik best wel wat kisten hier beneden liggen die ik kan gebruiken. Gewoon echt lege kisten, dacht ik. Zeker. Nou, dat is niet zo heel veel. En het zijn er minder dan verwacht. Maar dat maakt niet uit. Oh, 15 nog. En that's it. Oké, maar 15... Oh, wat doe ik allemaal? Dan kunnen we mijn leven 22 zelfs. Want ik heb hier natuurlijk gewoon hout. Wat we om kunnen toveren tot nog meer kisten. En dan hebben we keer 38. En volgens mij is dat wel genoeg. Dan heb ik zelfs weer meer kisten dan wat ik uiteindelijk wilde. Dus dan is er niks meer te klagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan andere kant maak 16. Oh mijn god, als ik nog te weinig kisten heb, ga ik echt lachen. Nee, we hebben genoeg. Kijk, wat netjes dit, hé. Dit ziet er goed uit. We kunnen gewoon allemaal dingen opruimen. Het is gewoon weer primitief dit, jongens, deze aflevering. Oh, en ik mis mijn kasteel met mijn grote chessroom en zo. Oh, wat jammer. Ik vind het wel leuk. Gewoon weer eventjes een beetje ouderwets, ouderwets Minecraft of zo. Oh, dit is de perfecte plek voor een armor stand. En dan kan ik daar mijn armor, als ik het ooit terugvind, kan ik het er weer opstoppen. Heb ik even ijzer voor nodig. En ijzer, dat ligt in de, of course, in de kluis. Heb jij trouwens ook nou thuis nog een idee met wat ik moet doen bij de, in mijn nieuwe huisje natuurlijk? Gewoon even in mijn tijdelijke huis, jongens. Laat dat dan weten in de reacties. Of heb je een ander idee of een ander plan? Reageer dat dan. En plaats aan het einde van je reactie pantoffeltjes. Ik weet niet waarom, maar dan weet ik dat je het vanaf dit tijdstip van de video reageert of zo. Dus reageer gewoon pantoffeltjes. Oké, maar mijn ijzer...
heb ik dus... Waar heb ik mijn ijzer? Hier is mijn ijzer. Laten we even 1, 2, 3, 4 blokken meenemen. Dan moet er ook hier nog even een crafting table verstopt zitten. En waar kunnen we dat netjes doen? Misschien dat ik er gewoon 2 plaats. Puur voor het idee, zoals dit, weet je. Dan kan ik hier gewoon voortaan craften. Oeh, lectern. Ik wil ook 1 lectern plaatsen. Dat vind ik leuk. Gewoon even als detail. Maar waar? Ik weet het niet. Daar. Zo. Ziet er goed uit. Maar daar kwam ik niet voor. Ik kwam natuurlijk om hier een dinges van te maken. Oh, dat kost volgens mij helemaal geen ijzer. Een armor stand. Waarom heb ik ijzer opgehaald? Een armor stand kost helemaal geen ijzer. Wat ben ik nou weer een... Oh, ik ben ook zo'n dom joch ben ik af en toe, hè? Oh, maar deze. Cobble deep slate kan ik toch ook een furnace van maken? Ja! Oh, thank god. Hoppakee. Gaan we hier even namelijk nog wat furnaces plaatsen. Doe hier gewoon deze even vervangen voor normale... furnaces zelfs, zo. Want, wat wilde ik ook weer omsmelten? Oh ja, normaal steen. En dat ligt... Ik heb toch hierboven wel een beetje normaal steen liggen. Nee hoor, dat heb ik allemaal... In de chestroom liggen. Zo jongens, ik heb eventjes dit beneden hier helemaal omgetoverd. Gewoon tot sierkamer eigenlijk, waar ook gewoon dit soort dingen gedaan worden. Daadwerkelijk gesmolten. Een siersmeltkamer, kan ik het misschien een beetje noemen. Dan deze verdieping gaan we zo doen. Maar boven is dan ook helemaal af. Ik heb al mijn spulletjes die ik eigenlijk nog heb, heb ik gewoon gesorteerd... En in kisten gedaan. Ziet er een beetje rommelig uit, maar goed genoeg voor mij. Kunnen we nu eindelijk een armor stand maken. Maken er gelijk even 6. Doen we de armor die ik wil, zoals mijn prachtige helmpie. En dan mis ik de rest helaas nog. Beneden doen we ook armor standjes gewoon puur voor de sier. Ziet er cool uit een beetje, zoals dit. Waar je er verder niks aan hebt. Oké, dus beneden is blauwkleurig vloertje. Boven is het een oranje stijl kleurtje. Oh, misschien dat hier trouwens nog tapijt moet eventjes. Of hier misschien. Oh, ja. En ik heb nog oranje hier. Komt-ie, hè? Tonk, 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 tonk. Tonk, 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 tonk. Tonk, tonk. Tonk. Zo, hoppakee. Dit is dan oranje kleurig. En dan de middelste verdieping maken wij rood. Gewoon roodkleurig. Laten we het letterlijk heel simpel houden. En hier gewoon letterlijk alleen een soort hoekbankje bouwen. Zoals dit. Eentje verder. Zoals dit. Oh, zoals dit. Echt het meest simpel ooit wat ik hier bouw. Dus lijkt de enige kamer waar ik echt niks aan ga hebben ook verder. Traptors ga ik weghalen. Vind ik nu al vervelend. Dat het de hele tijd traptors zijn in de binnenkant van mijn huis. Ik word er helemaal gek van als ik rondloop gewoon. Dit is een perfecte plek voor, ja, een armor stand. Die doen we even zo. En dan heb ik een chain nodig aan de ene kant. Die doen we hier. En aan de andere kant doen we gewoon een leuke flowerpot met daarin natuurlijk een oak sapling. En dan moet je hier eigenlijk nog een leuke painting. Gewoon zo. Ja, ik heb een painting nodig. Heb ik die? Dan heb ik 1 wol nodig. Wacht, ik heb... Volgens mij kan ik dat echt ter plaatse maken. Ja, de painting. En dan wil ik eigenlijk die van de creeper hier hebben. Die is te groot. Gewoon die creeper. Die, ja, precies die. Kijk, wat een... Op zich gezelligheid hier binnen nu. Niet heel bijzonder of zo, maar dat hoeft het ook helemaal niet te zijn. Het draait erom dat het boven en beneden gewoon nuttig is. En vooral boven hier. Ah, zo, dan is mijn huisje nu officieel af, jongens. Hier woon ik gewoon tijdelijk. Deze hele aflevering heb ik eigenlijk aan besteed om die gewoon lekker te maken. Ik dacht, normaal kan het ook in een timelapse. Want je ziet dat sommige dingen gaan die veel groter zijn, doe ik in 1 aflevering. Of soms doe ik gewoon echt een klein dingetje. Omdat ik het ook leuk vind om te doen, weet je. Ik vind het ook nog steeds leuk om gewoon af en toe even een beetje de simpele dingen te bouwen zoals dit. En lekker gewoon een klein interieurtje van huisje te doen of zo. Ik ben niet de beste met interieur. Maar ik vind het wel leuk! Dan moet ik dit bijhouden. Normaal moest Rick dit altijd doen samen met Noah. Maar die zijn verhuisd naar dat huis daar natuurlijk. Dus nu ben ik degene die dit netjes bij moet houden. Volgende aflevering wil ik denk ik even inbreken in mijn eigen kasteel. En kijken wat Frederik van plan is. En we kunnen naar de nieuwe assistent gaan. Jullie zijn met allemaal namen jullie hebben allemaal namen achtergelaten voor de assistent in de Fredgrot daarboven. Dus volgende aflevering wil ik daar even heen gaan om te kijken of we daar informatie vanuit Frederik kunnen halen. Of misschien zijn of hij. Ik weet niet wat voor gender het is. Dan kunnen we even kijken gewoon of ik een beetje informatie eruit kan halen. Misschien weten ze wel meer over Frederik. Laten we dan nu even langs de botenwinkel gaan, jongens. Want ik wil even een reserve pickaxe en shovel kopen. Of laten bestellen in ieder geval. Hier. En tools kosten 10 dia per stuk. Dus dan zou ik 20 diamonds kwijt zijn. Kijk, beste Floer en Rini. Ik wil graag de beste nieuwe schep en pickaxe bij jullie bestellen. Netherite, fully enchanted, silk touch op beide. Nee, alleen silk touch op de schep. Niet op de pickaxe. Want ik heb natuurlijk al eentje met silk touch. Dus ik wil eigenlijk ook een hele goede pickaxe hebben zonder silk touch. Want ik kom altijd cobblestone tekort en ik heb genoeg normaal steen. Even laten we er 1, 2, 3 voorzetten. Zo. En dat zit toch? Ik wil graag de beste nieuwe scheppen pickaxe bij jullie bestellen. Netherite, fully enchanted, silk touch op de schep. Niet op de pickaxe. Wil ik nog meer iets erbij hebben? Volgens mij
niet. Namen mogen ze zelf bedenken. Ze moeten gewoon fully intelligent zijn. Ja, ik guess dat ik dit dan gewoon achter kan laten. Laat hem even signen. Nieuwe tools. Sign and close. En dan hoor ik wel wanneer mijn bestelling binnen is. Ik hoop dat ze weten dat ik verhuisd ben naar dat huisje. Heb ik daar een brievenbus? Ik moet een brievenbus maken. Dan heb ik ook eventjes wat inkt nodig dat ik kan kopen in Julianse winkeltje. Glow inkt, seks zelfs. Nieuw huis van Max. Zo. We kunnen sowieso even een kleurtje geven. En dan de brievenbus, die doen we hier beneden. Zo. Sign aan de zijkant. Sign aan de zijkant. En dan sign aan de voorkant. Brievenbus Max. Hoppakee. Hoppakee, de brievenbus van Max. Kijk, dat is een leuke plek voor een brievenbus daar beneden. Ik weet niet waarom. Vind ik er gewoon leuk uitzien. Huis nummer 13 heb ik, dus ik woon tegenwoordig op huis nummer 13. Ik moet me maar thuis gaan voelen, want ik weet niet wanneer Frederik... wanneer ik hem terug kan pakken, hoe ik hem terug kan pakken. Misschien hebben jullie goede ideeën en zo, maar... Ja, het is wel even een taakje, hè, jongens, om dat kasteel terug te winnen. Zeker met als je zag hoeveel bewakers hij had. Oh ja, ik wilde ook nog een dier kopen, alleen Justin is er niet. Justin is al die tijd niet online gekomen, dus... Hallo, hondje, ik wil jou hebben. Weet je wat, ik koop dit hondje wel gewoon. Ik wil je hebben, hondje, kom aan. Dus Justin, kom maar je geld halen. Ik weet niet waar ik moet betalen, hoe duur die is en weet ik voor wat. Maar ik wil gewoon die hond van je kopen. Ik heb namelijk nog helemaal geen hond gehad in Cottered Veen. Dus kom maar, jongen. Kom maar mee. Ik heb wat botten voor je regelen en zo. Ik weet het, ik weet het. Dus laat ik je eerst even hier buiten aan de brievenbus zetten. Dan ga ik even botten voor je halen. Maar waar weet ik niet. Want het ligt in mijn kasteel. Ah, Julian heeft vast wel een botje of twee voor me te lenen, joh. Hè? Let me niet op dat ik in je huis zit, Julian. Ik kom heel even snel gewoon een botje lenen. Als je die hebt. Korte update over de situatie. Julian heeft geen botten. Ja! Kijk, hier, ik neem er 18 mee van Rick en Noah hun huisje. Maar dat vinden ze vast niet erg. Ik bedoel, botten gebruiken ze zelf ook niet zo vaak, denk ik. En anders hebben ze gewoon lekker pech. Ja, dan zoeken ze het maar uit. Oké, kom op, hond. Je bent voor mij. Ik heb botten voor je, dat ga je lekker vinden. Komt-ie, hè? 3, 2, 1. Tonk, tonk. Ja, kijk, hij kan zitten en staan. Dan kunnen we de lead losmaken. Kom maar mee naar binnen. Kom, voel je thuis hier binnen. Heb ik een waakhond? Dat is wel helemaal leuk. Waar gaan we hem neerzetten? Zullen we hem boven neerzetten? Gewoon gezellig. Hier, hier. Waar ben je? Hond? Hallo? Oh, daar ben je. Kijk, top. Waar gaan we je neerzetten? Kom maar hier. Kom maar gewoon. Moet je eerst een tuigje meetrekken? Kom, zo. En dan hier ga je zitten. En dan mag je naast mijn bed. Hier hoor je thuis. Kijk, dan hebben we een huisdiertje, jongens, in ons nieuwe huisje. En dat maakt het al helemaal gezellig. Zullen we jou ook gewoon een ander kleurtje geven? Even dan rood. Heb ik veel andere kleurtjes toevallig bij me? Geel. En that's it. Geel. Nou, laten we hem in ieder geval geel geven. Dat past wel iets meer bij mijn skin. Dus dan match je wat meer. Hoppakee. Hond. Hallo, hondje. Laten we jou even een naampje geven. We noemen hem... hoe gaan we hem noemen? Abraham. Ik ben Abraham. 1 en 2, je heet niet meer hond, maar je heet Abraham. Wat een gezellige... Waarom is je kop ook zo schuin? Hallo. Hij is wel leuk, hè, jongens. Het voegt wel een beetje gezelligheid toe aan het huisje dat we hier nu even zo wonen, weet je. Het zou helemaal leuk zijn als de rest van mijn armor ook tevoorschijn komt. Dus ik denk dat dat gewoon gestolen is. Maar ik vind het is op zich wel leuk. Gewoon een lekker hondje erbij zo. Justin, je moet me even laten weten hoe ik hem moet betalen. Want dat zie ik wel als Justin online is, want ik heb echt geen idee. Misschien dat zijn winkeltje gewoon nog niet af was en dat ik nu een pre-alpha hond gestolen heb. Maar dat is niet mijn probleem. Zo, jongens, dan was dat van vandaag, denk ik, de aflevering. Het was een hele andere aflevering dan normaal. Het is progressie, maar op een andere manier. We zijn even gewoon verhuisd. En de verhuizing heb ik even lekker mijn tijd voor genomen. Want dat was natuurlijk belangrijk. Volgende aflevering wil ik weer verder gaan met het nieuwe gedeelte daar. Ik hoop dat we dan ook ons in armor en zo weer terug hebben. Want zonder een Elytra daar alles doen, dat wordt denk ik een beetje moeilijk. Dus voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker even een reactietje achter. En vergeet niet te liken en te abonneren. En dan nu, bam! Kijk lekker deze video, want dit is het vorige Content Veen deel. Heb je deze nou gemist, dan moet je hem gewoon eventjes kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date met wat er allemaal gaande is in deze stad. Wat voor mysterieuze dingen en zo. En nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!